Wat is dit nou? Een hele andere intro. Bij Bluggefriek. Een andere intro. Waarom dan? Oh, dit is geen kledingglitch. Dit is een bad boy glitch. Oké. Wat heb je nodig voor deze glitch? Je hebt nodig een facility. En in die facility heb je nodig een truster. Ja, die truster die heb je nodig. Wat moet je doen met deze truster? Nou, je gaat naar de stripclub en de achteruitgang, dat is deze deur, daar moet je hem heel dichtbij zetten. Je moet hem heel dicht bij die deur zetten. Zet je hem nou niet dicht genoeg bij die deur, dan mislukt de glitch. Maar dat leg ik zo direct nog even een beetje uit als het wat de bedoeling is, zeg maar. Oké, nou, je gaat de club ga je in. En of je nou een vrouwtje bent of een mannetje, dat maakt helemaal niks uit. Nou, vervolgens loop je naar binnen en dan ga je zeg maar bij de strippaal staan en dan druk je rechts op de D-pad. En als je rechts op de D-pad klikt, dan ga je dus eigenlijk voor een better view ga je kijken. Dus je gaat over die balk leunen. Als je dat hebt gedaan, dan druk je op je optiesmenu. Dan ga je naar online en dan ga je naar Criminal Start Pack. Die open je en dan ga je weer uit. En dan ga je naar Jobs en dan doe je Play Job en dan doe je Rockstar Created. Dan doe je missions en dan start je Titan of een job. Nou, het ging snel, maar het is wel een handeling die we eigenlijk bijna allemaal wel een beetje kennen. Oké, als je dan in die job komt, dan ga je er gelijk weer uit. Dus je drukt rondje en kruisje. Dus dan ga je gelijk weer uit die job. Dan kom je buiten. En als je buiten komt, dan doe je weer je optiesmenu open, weer naar online. En dan doe je weer Criminal Starter Pack open en die doe je weer dicht. Sta je nou niet buiten, dan betekent het dat je die truster niet dicht genoeg bij die deur hebt gezet. Dan kom je dus, als je dus uit die, zeg maar, uit de Titan of een job komt, dan sta je dus gewoon weer in de club. Dan moet je toch naar buiten rennen, dan pak je die truster en zet je hem nog ietsje dichter bij die deur. En dan doe je het hele riedeltje weer opnieuw. En als het goed is, dan kom je echt buiten, waterpack, en dan ren je naar je truster. Dus hetzelfde riedeltje wat we net hebben gedaan. Nou, je gaat een plek zoeken, hoog in de lucht. Een plek waar bijvoorbeeld, maakt niet uit waar je wil staan. En dan druk je op driehoekje en dan sta je in de lucht. Je kan dat doen bij bijvoorbeeld de arena. Je kan het ook doen bij bij het casino. Dat is ook wel een plek waar heel veel mensen komen. Ik heb het bij de modshop gedaan. En je ziet het, je staat gewoon in de lucht, maar je valt niet naar beneden. Dus je staat eigenlijk op een soort onzichtbare vloer. Maar je kan wel gewoon je wapens pakken. En met die wapens kun je gewoon door deze vloer heen schieten. Want er is eigenlijk gewoon geen vloer. Je blijft gewoon zweven in de lucht. Maar in ieder geval, je kan er gewoon doorheen schieten. Ik zal het eventjes demonstreren. Want ik heb eventjes geskipt een stukje dat er meer mensen in de sessie kwamen. En hier zit bijvoorbeeld iemand in de modshop. Nou, die zal iets hebben gekocht en zo direct komt hij er weer uit. Dus nou, we gaan even kijken. Weet je wat, we doen het wel even waar die spant als hij eruit komt. Laten we dan maar even richten. Dat is beter dan bij die uitgang. Even kijken. Ja, hier al. Wat we hier al, want daar spant hij waarschijnlijk. Nou, hij komt er nu uit. Je ziet, Tippie is gesprongen, hè. En als je er schiet, nou ja, je ziet het. Blubberfreak killed Billy Bongo. Nou, Billy Bongo, sorry man. Het was even voor het filmpje. Ik weet niet wie je bent, maar bij deze, je hebt 15 seconden fame. En hij spant daar weer, hè. Oh, ietsje meer naar het muurtje. Nou, dan schiet je weer richting het muurtje. En dan raak je hem. Ja, je ziet het, je kan gewoon van alles kun je eigenlijk doen boven. Alleen niemand begrijpt dat je natuurlijk zo hoog in de lucht staat. Dat heeft niemand door. Dus het is echt een bad boy glitch. Het is echt een hele foute, stoute glitch. En Blubberfreak is ook een beetje stout en fout. Dus wat dat betreft past het er wel bij me. Ik had even met Daddy contact opgenomen. Daddy Cool. En vragen wat hij ervan vond. En zijn woorden waren letterlijk. Hij op post hem gewoon, kan je uitschrijven. Dus ik, bij deze heb ik hem gepost. En ik weet niet, ik denk dat dit gewoon eenmalig iets is. Maar mocht er nou echt iets zijn, dat Daddy zegt van nou, dat post ik niet. Maar het is wel een glitch dat ik denk van nou, dat is echt een beetje voor een bad boy.
dan ga ik hem toch posten. Dus, maar dat doe ik altijd in overleg eerst. Oké. Nou, het lijkt mij dat het wel duidelijk is. Ik denk dat je vanaf hier eigenlijk alles kan doen. Je kan een beetje op de politie schieten. En, let wel op, hè, want op een gegeven moment heb je sterren. En dan komt er waarschijnlijk ook een helikopter. Ja, het grappige is. Zo'n helikopter kun je volgens mij ook gewoon uit de lucht schieten. Want ja, bedoel, je kan al je wapens gebruiken. Dus dat maakt niet zoveel uit. Nou, je bent lekker aan het schieten. Maar wacht, volgens mij is er een helikopter achter me. Even kijken hoor. Ja, daar al. Ja, ah, raketje. En even knallen. Ja hoor. Ja, ah, zie je, dat kan ook zelfs. Nou, ik bedoel, ja, alles kan. Het is een beetje, ja, het is een hele foute, stoute blitz. Maar ik vond hem grappig. Nou, ik zou zeggen, dit was er eentje. De allereerste normale glitch en geen kleding glitch. Ja, de bad boy glitch. Tot later, Blubber Freak out. Hold your skills. Like, what, you in the danger room?